super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag is een hele toffe, gekke, vette dag. Niet alleen ga ik mijn auto ophalen die geheel veranderd is, maar daarnaast heb ik hier ook een heel erg tof cadeautje helemaal mooi ingepakt. En dit cadeautje ga ik brengen naar iemand die in Roosendaal woont. Dus laten we daar als eerste eventjes heen gaan. Ik heb mezelf even getrakteerd op een lekkere cappuccino en een blueberry muffin. En voor de mensen die nog nooit een blueberry muffin hebben gehad, het is echt een aanrader. Oh, check hoe dat eruit ziet. Oh. Lekker hoor! Oh, wat heb ik veel zin in vandaag. Echt heel erg veel zin in vandaag. Dus laten we de auto weer aanzetten. Oh nee, het schermpje komt omhoog. Oh shit. Deze auto heeft zo'n heel mooi schermpje die zo omhoog komt. Dit is dus de auto van Dominique. Super chille auto trouwens. Daar heb ik heel erg van genoten. Knijters chill dat het een... Heel erg van genoten. Vooral omdat het een automaat is. Knijters chill. Echt super chill. Vooral file en zo. Nou goed, laat ik maar snel gaan rijden. Want jullie willen natuurlijk gewoon zien wie de winnaar is van de iPhone. En hoe mijn auto eruit komt te zien. En ik zelf ook, dus laten we snel gaan rijden. Oh, moet je kijken. Oh, twee mooie dikke John Deere's. Wat is dit voor gekke kleur voor een Tesla, hé? Deze heeft gewoon serieus de hele Tesla-logo ook van zijn auto afgehaald. Ik wil hem van dichtbij filmen, maar oh mijn god, met deze auto kan ik hem niet bijhouden. Hij is gewoon footsie. Oh man, ik heb mijn eigen auto weer nodig. Ik kan hem echt niet bijhouden. Shit. Yes, yes, yes! Hey! Ze staan al buiten te wachten. Wat een bazen. Ik ben trouwens... de auto kwijtgeraakt, die Tesla. Ik kon hem gewoon echt niet bijhouden en uiteindelijk moest ik de afslag nemen. Shit man, het voelt niet goed om een andere auto niet bij te kunnen houden. Ik ben gewend dat ik ze altijd gewoon voorbij kan racen. Even oppassen voor de velgjes van deze auto. Yo, yo, yo! Alles lekker? Lekker, hè? Nice man. Enzo. Aangenaam. Yo man, Enzo. Het is een mooie dag om wat te winnen vandaag. Ik heb ook wat voor je meegenomen. Want ik heb met jou contact gehad via DM, toch? Oké, nice. Je hebt een vriend van hem? Ja. Nice. Super tof, man. Als eerste vraag je, kan ik misschien even gebruik maken van het toilet? Nice. Ik moet zo nodig naar de wc. Holy shit. Ik zal in ieder geval even het cadeautje meenemen. En dan gaan we eerst maar eens eventjes plassen. Even wat drinken. We gaan niet meteen naar het cadeautje toe natuurlijk. We bouwen het een klein beetje op. Hey! Ben je bang van ik? Hallo. Wow, yo, dit is een grote. Hey. Zijn 2 jaar nu. Hallo. Oh, dit is echt een hele grote. Ja, ik vergelijk alles met sok. Kan ik jou gewoon aaien? Vind je dat een beetje spannend? Maar deze vindt het wel leuk. Deze vindt het wel leuk. Waar is die andere? Wow, hey Ginger. Hallo. Hey. Alles oké? Okay? Ga maar heel even ruiken. Alles is goed. Ja. Zo, het zijn echt grote katten. Mooi hoor, deze. Ja, deze is echt super zacht. Oh, deze vind ik ook echt super chill. Dat duurde ongemakkelijk lang. Maar hey, het moest echt even gebeuren. Laten we even checken, man. Van de winactie van de iPhone 11. Er zijn in totaal 91.262 mensen die mee hebben gedaan met de winactie. En jij bent gewoon de winnaar daarvan, man. Ja, met tegen, man. Ik heb wat voor je meegenomen. En ik denk dat je het heel erg gruwelijk gaat vinden, man. Dus deze is voor jou. Kijk eens even. Ik zit nog helemaal met het plasticje vast, want ik dacht, dat laat ik aan de winnaar over. Dus je mag hem helemaal openmaken, man. Hij is helemaal van jou. Super lekker om te doen. Ja, lekker, hè? Yeah. Check hoe dope die is inderdaad. Holy shit, man. Ik had hem zelf ook nog niet gezien. Maar die rode kleur is echt, echt heel erg hard. Ja, zeker. Ja, bizar, man. Ik vind hem echt, echt heel erg dik. Holy shit.
Mooi shiny, man. Hebben we allebei, allebei gruwelijke iPhone. En we hebben ook nog kleinigheidje voor jou meegenomen. Oké, okay, cool. Hij heeft een cadeautje omdat hij mee mocht. Ik ga meteen gaan aankomen. Ik ben benieuwd. Ik ga ondertussen ga ik heel eventjes de reactie erbij pakken van Ilias, zei je? Ja. Want ik denk dat mensen ook wel benieuwd zijn waarom ik nou precies Ilias heb gekozen. Ga ik jullie straks vertellen. Dit is een cadeautje voor mij. Ik ben nog nooit in Roosendaal geweest, of wel? Niet dat ik me kan herinneren in ieder geval. Brabant, carnaval. Dus we hebben echt Roosendaalse dingen voor je gehaald. Is dit een soort... Hoe heet dat? Ja, het heet Tulpetanenstad bij ons. Ja. En het lijkt een beetje op een kalkoen, hè? Ja, het lijkt een beetje op een kalkoen. Het is een beetje zo'n mascotte, zeg maar. Ja. Juist. Oké, dus dit is echt typisch iets uit Roosendaal. Ja. Juist. Dus sowieso alle mensen uit Roosendaal die vinden dit nu tof om te zien. Ja, die weten in ieder geval wel wat het is. Oké, cool. Dit is een vlag. Ja. Yes, hoe spreek je dit uit? Tulpetaanse? Tulpetaanse vlag. Tulpetaanse vlag. Tulpetaanse vlag als een A. Oké, jeetje. Tulpetaanse vlag. Ja. Wat is dit dan? Oh, van die inderdaad, van die bedjes. Ja. Maar wat houdt dat in dan dit precies, dat Tulpetaanse? Wat houdt dat in? Is dat een soort feest of zo? Ieder Brabantse stad of dorp heeft wel eigenlijk zijn eigen carnavalsnaam, zeg maar. Ah, dus en dat is echt dachten, puur van de stad. Jullie dachten, we gaan die namen hier even wat groter maken. Daarom. Keihard, man. Dankjewel. Het is in ieder geval in het rood allemaal ook. Ja. Dus dat is sowieso heel erg tof. Dus dankjewel daarvoor, man. Yes. Ik waardeer het, man. Thanks. Ik krijg gewoon een cadeautje terug. Yes. Super sick, dankjewel. Ik zal eventjes de reactie erbij pakken die Ilias heeft gedropt. Ik heb hem hier gevonden en ik zal hem eventjes hier in beeld zetten. Jij zei, ik heb de Motorola G5 Plus. Ja. Zullen we die telefoon eens even gaan checken? Ik ben heel erg benieuwd. Alsjeblieft. Kijk eens aan deze telefoon. Die is al redelijk versleten, dus sowieso kon je een goede upgrade gebruiken. Ik zou deze iPhone 11 zo graag willen winnen, omdat ik al heel lang volg op YouTube en omdat ik helaas niet zoveel geld heb om zo'n telefoon te kopen. Het zou super tof zijn om die iPhone te winnen. Het heeft een hele goede kwaliteit camera als ik die telefoon zou hebben. Dan zou ik echt veel foto's maken met die camera. Ook al win ik deze niet, tof dat je deze iPhone weggeeft. Je bent een goed mens. Super dikke woorden. Dat laatste, super tof. Ik waardeer het enorm. En aangezien je hebt gezegd van, yo Enzo, die telefoon heeft zo'n goede kwaliteit camera, wil ik eigenlijk eventjes iets met je afspreken. Als jij, aangezien je zegt van ja, als ik die telefoon heb, ga ik heel veel foto's maken. Ja. Dus ik wil eigenlijk de afspraak maken dat voor de komende 7 vlogs, dus de komende week, stuur jij mij elke dag een vette foto. Oh shit. En dan drop ik die in de vlog. Is goed, zal ik doen. Want ja, als je veel foto's gaat maken, willen wij dat natuurlijk zien. Dus dan wil ik dat delen met de kijkers. Is goed. Oké. Is dat de afspraak? Elke dag krijg ik een foto van Ilias en dan gaan jullie checken dat hij er heel erg veel plezier van heeft. Dus ja, super tof, man. Ik vind het een goede rel. Telefoon voor allemaal Tulpetaanse dingetjes. Ja. Yes, sick. Man. Ik kom er dus achter dat jullie hebben over 2 dagen is dat verjaardag van Sven. Ja. En Sven is een vriend van jullie en Sven heet van zijn achternaam Knol. Keihard. En hij checkt ook mijn video's. Ik heb ook begrepen dat hij een hoodie van mij heeft. Dus het zou super tof zijn, denk ik, als verrassing. Want hij kan hier nu niet bij zijn. Als ik eventjes op jouw telefoon, want die van jou is nog niet geïnstalleerd. Ja. Maar dat ik even op jouw telefoon een videoboodschap voor hem maak. Ja, en dan ga je die op zijn verjaardag laten zien. Oh. Want ik bedoel, hij heet ook Knol van zijn achternaam. Dus moet die boy wel even feliciteren natuurlijk. Oké, dan moeten jullie niks tegen hem zeggen. En als hij al jarig is, dan... Oké. Yo Sven, super tof dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Enzo Knol, jouw naam is Sven Knol. Holy shit, gruwelijk. Je hebt de beste achternaam van de wereld. Shoutout naar jou, shoutout naar je 2 vrienden. En ik zie je snel weer bij een nieuwe video, man. En nogmaals, geniet van je verjaardag en van de taart en alles wat erbij komt kijken. Later. Kijk eens aan, man. Shit, nou, dat zou je leuk vinden, man. Shoutout naar Sven Knol. Boys, gruwelijk, man. Ja, man. Heel erg bedankt voor de gastvriendelijkheid hier in Roosendaal. Shout-out naar de Tulpetano's. Ja, Tulpetano. Ja. Oh, nice. Ik had het gewoon bijna goed, zeg maar. Shout-out naar Ilias, shout-out naar Novel. En ja, geniet van het weekend, man. Ja, en ik zei het net ook al, maar je telefoon matcht gewoon gruwelijk met je schoenen. Ja. Ik zou zeggen, installeer hem snel. En stuur mij vandaag nog een vette foto. Ja, dan ga ik die vanavond nog in de vlog verwerken. Dus dat wordt echt keihard. Nou, dan ga ik maar eens eventjes deze auto inruilen voor mijn eigen. Ik kan echt niet wachten hoe die eruit komt te zien. Ik heb net wel aan jullie een schets laten zien van de auto. Dope. Ja, vind je hem hard? Hij is echt
gaaf, jongens. Ik denk dat heel Nederland op zijn kop gaat staan van hoe die auto eruit ziet. Dat wordt een gekhuis. A few moments later. Ik begin een beetje zenuwachtig te worden, mensen, voor mijn auto. En ik begin het ook heel erg warm te krijgen. Dus ik ga eventjes mijn hoodie uitdoen. Zo, die leg ik even achterin. Oh mijn god, het moment komt steeds dichterbij, dames en heren. Mijn auto, hoe zal die eruit komen te zien? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Het is een kwartiertje rijden en dan ben ik er. Oh shit. We zijn er bijna. En ik ben bang dat ik een foutje heb gemaakt. De auto. Oh, 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 oh. Oh mijn god. Deze jongen. Oh, hij begint helemaal te huilen. Yo, baas. Wat is er aan de hand, jongen? Hé, mijn knuffel. Alles goed? Vind je het zo tof om het te zien, hé? Ja? Even rustig worden. Even rustig worden. Gaat helemaal goed komen. Even rustig proberen adem te halen. Gaat helemaal goed komen. Ik ga je jongens nu ophalen. Ja, ik ga mijn auto nu ophalen. Nooit! Ja! Ja, man. Gaat hij goed? Bij de pop-up store. Ja? Had ik 7 uur gewacht op jou. Echt waar? En voor mijn neus ging de deur dicht. Oh, dat meen je niet. En anders had ik zo'n Name It Time shirt van jou gekocht. Geef me een knuffel, baas. Oh, had je 7 uur gewacht bij de pop-up store? Ja, samen met mijn broer. En dat vind ik nog het erg, dat mijn broer dit nu niet meemaakt. Weet je wat ik ga afspreken met jou? Ik ga gewoon jou 2 shirtjes opsturen. Voor jou en je broer, oké? Okay? Vind je dat goed? Ga ik regelen. Ik trouw even. Wat een baas, jongens. Wat een baas. Vind je niet erg dat ik het film? Hoe heet je broer? Bart. Bart. Oké, okay, Bart. Ik sta hier dus samen met je broertje. Bart, ik ga ervoor zorgen dat jij een super vet shirt krijgt van knolpower.nl. Jou ga ik ook een mooi shirtje geven. En als je dan straks even je nummer geeft van je vader of moeder. Ik kan ook mijn eigen nummer. En je eigen nummer kan ook, maar dan ben ik bang dat je me elke dag gaat appen. Ja, dat is waar. Maar dan ga ik met je ouders ga ik regelen dat jij die shirtjes krijgt, ja? Goeie, zullen we nu een foto maken nog? Ja. Kom erbij zitten, man. Oh. Oké, okay, wat is het nummer van je ouders? Oké, okay, ik heb je vaders nummer genoteerd. En ik ga jou beloven dat ik vandaag nog jouw vader ga bellen. Ja? En dan zeg ik van... Ik heb je zoon ontmoet. Wat een gruwelijke baas is dat. En dan ga ik met je vader je adres vragen. En dan zorg ik dat jij mooie kleding krijgt van Knolpower. Is dat een goede afspraak? Ja. Lekker man, baas. Goed man. Nou, dan ga ik nu mijn auto ophalen. Ja, ik fiets achter je aan. Zie ik je daar, ja? Ja. Oké, okay, is goed. Pas op met oversteken hier, hè? Ja. Is goed. Tot zo! Tot zo! Oh, zo mooi. Wat een baas. Echt waar. Hij is keihard aan het fietsen. Hij is echt keihard aan het fietsen naar X-Car Wrapping. Waar ik dus nu mijn auto ga ophalen. Dus laten we daar naartoe rijden. Nog maar 2 minuutjes namelijk en dan ben ik er. Oké, dames en heren. Yo, baas! Zo, daar zijn we! Oh, oh, oh. Yo! Hoe is het? Goed, man. Hier je sleutel. Een goede snor heb jij. Zeker. Lekker, man. Het past toch echt bij de look nu, niet? Ja, inderdaad. Ja, netjes, man. Swag, swag. Oh, damn. Ik moet nodig plassen. Ja, dat kan niet, want er staat iets binnen. Ah, shit! Alles lekker? Zo. Yo man, ja lekker. Doe jij... Je weet dat je gat in je broek hebt?
Ja, hij krijgt niet genoeg betaald voor mij om een nieuw broek te kopen. Nou, dat is echt een vervelende opmerking, sorry. Maar hey, volgens mij is hij echt verschrikkelijk mooi, of niet? Ik zeg niks, ik vind hem echt fucking lelijk. Je meent het ook nog, hè? Oké. Het is tijd. Het is tijd om naar beneden te gaan en te gaan checken. Oké, dames en heren. Ik ben echt benieuwd, man. Ja? Ja, ik ben echt... Ja, tuurlijk. Ik ben super benieuwd. Ik ben benieuwd... Wat wil je doen? Ja, gewoon die poort opengooien. Ik kan niet wachten, kom op. Ja, ik kan niet wachten. Er zit ook lekker tijd te rekken hier. Zo. Ja, we willen het zien. Ik heb expres me zo gekleed. Ja, ja. Nou, ik heb een mooi shirtje. Echt? Ik heb trouwens ook een cadeautje voor je. Die ga ik gewoon geven, nu al. Alsjeblieft, man. Hoi, yo. Dit heeft alles te maken met de auto. Kijk hier, jong. Wat staat er? Nothing runs like a deer. Snap je? Ja, ja. Hoe hard is dit dan? Ja, toch? Ja, dankjewel, man. Welkom to the family. Ja, ik ben... De John Deere family. Yeah. Ja, dan moet ik wel op mijn... hoe noem je dat accent van jullie? Boers, gewoon plat. Is het gewoon plat boers accent? Gewoon dance. Dan moet ik daar toch even aan werken dan, denk ik. Ja, één plat praat. Ja, toch? Lekker, man. Rij maar naar buiten, man. Oké. Nou, dames en heren. Dit is Phil, de composer. En dat staat hier ook, Phil de composer. Die heeft het hele design gemaakt. Dus we hebben inderdaad contact gehad en ik had het design al gezien. Maar nu in het echt. Het echt is het bruut. Dit is veel mooi. Ik dacht echt van, dit is gewoon ook heel lelijk. Maar ik vind het gewoon oprecht vet. Het is echt heel vet. Ik vind het oprecht vet. Het is echt heel vet. Oh my god. Dik John Deere gek. Dit is mijn merk. Paul. Zo, hier, check hem. Iedereen die een John Deere wil bestellen. JohnDeereBezorg.nl. Oh mijn god, dit is echt geniaal. John Deere Racing Team Knolpower. Oh, yes baby. Dikke Supreme, alles. Ben je tractors niet vergeten? Oh, de trekkers. Wat? Dit is echt prachtig, man. Ik ga snel naar binnen rijden. Dan kunnen we binnen verder kijken. Want laten we doen. Het is helemaal nat. Laten we doen. Het is keihard aan het regenen. Hij is echt veel vetter geworden dan ik had gedacht. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Wauw. Kijk dan hoe groot dat logo is, hé. Holy shit. Je kent het gewoon. Dit is echt serieus nu op de radio, hè? Legit nu op de radio. Dat meen je niet. Ja, dat is geen grap. Oh mijn god, de timing. Dat moet zo zijn. Dit is goud, mensen. Dit is echt goud. Zo, ik ben benieuwd hoe iedereen gaat reageren, hé. Ik vind het heel vet. En gelukkig vind jij het heel vet. Ik weet ook heel veel mensen die van Lambo houden, die gaan dit verschrikkelijk vinden. Hey, zo is het leven, jongens. Er zullen inderdaad vast wel wat autoliefhebbers op hun teentjes getrapt zijn. Omdat ze zoiets hebben van, Enzo, wat doe je nou weer? Dit is gewoon typisch weer zo'n knolactie. Dat hij zo'n super dikke vette auto gaat verpesten. Nou, weet je wat het is, mensen? Dikke sondeergek. Ik ben er super blij mee. Ik vind dit gewoon zo'n geniale knipoog. Naar gewoon elke keer dat... Ik bedoel, ik had al een hint gegeven in de vlog hoe die eruit zou komen te zien. Want ik heb expres mijn hoodie uitgedaan, zodat jullie het shirt al zagen. Maar dit is gewoon geniaal. Gewoon serieus, de dag dat ik deze auto ging ophalen bij Lamborghini... Toen haalde ik de auto ook op met een John Deere shirt. Dus het heeft zo moeten zijn, dames en heren. Ja.
En het mooie is dat hij ook gewoon een chandeershirt aan heeft, hè? 3, 2, 1. Toen je met het idee kwam, toen dacht ik echt, Enzo, wat doe je nou? Wat doe je nou? Maar hoe het uit heeft gepakt en ja, nou, oh. Het was bloed, zweet en tranen. Je ziet het nu, je kan het nu zien. Zo. Ik zit nog helemaal in de alles vanwege het ongeluk. Dus ik heb de hulptroepen ingeschakeld met de foliemeester. Nice. En die is komen helpen. En natuurlijk Wessel, die is er altijd tegenwoordig. En veel met het super ontwerp. Want ja, wat je zei, hè, als we een John Deere Racing Team doen, dan doen we echt een John Deere Racing Team. Hoppakee. Dus niet gewoon groen met een stickertje erop. Nee, wel goed aanpakken. Ja, dit ziet er zo vet uit, hè. Ja, het ziet er echt super dik uit. En inderdaad, wat Dominique ze net vertelde, is dat Dominique heeft een ongeluk gehad met de auto. Het zou eigenlijk al iets van 2 maanden geleden gebeuren dit. Dus vandaar dat het is uitgesteld. Maar ondanks dat heb je heel erg je moeite gedaan met je team om dit zo snel mogelijk af te krijgen. Dus super gruwelijk. Mochten jullie iets willen zien, andere vette dingen, check dan zeker weten even X-Car Wrapping. Staat in de beschrijving, zijn Insta-account. Ook van Phil de Composer staat het in de beschrijving, want die heeft ook heel erg vet werk geleverd. Ik bedoel, check even. De Supreme. De John Deere creditcard. De Lidl. We hebben gewoon een paar leuke grapjes erin verwerkt. Ik bedoel, misschien kennen jullie het. Dit is van de IKEA, maar daar hebben we gewoon John Deere van gemaakt. Dit is van UPS, maar daar hebben we Oeps van gemaakt. En, dat zeg ik, John Deere. Hoppakee. Eigenlijk had ik deze auto moeten hebben met de Gamma Racing Day. Dan was het. Kan nog steeds hoor. Dat was geniaal geweest. En ik wil nog even één shout-out doen naar de mensen die het materiaal hebben verzorgd. Arlon, dat hebben ze super materiaal geleverd zodat we ook de auto in goede handen kunnen laten. Dat mocht het er ooit weer af moeten, dat de lak gewoon helemaal piekfijn in orde is en dat het weer helemaal is zoals het hoort. Ja, want dat is misschien wel fijn om erbij te zeggen dat, ja, weet je, het doet verder niks met de auto. De auto is hetzelfde, alleen de buitenkant is anders. Maar hij ziet er gelikt uit ook, strak gewoon. Ja, echt vet. Super vet. Kijk, het rijdt niet anders, maar het oogt een beetje anders. Ja, ja, het oogt een beetje geel en groen. Oh mijn god, ik kan echt niet wachten tot morgen dat ik langs ga bij al mijn vrienden die allemaal uit het noorden komen. En het zou echt goud zijn, dat zou fucking goud zijn als ik bij mijn vrienden kom en gewoon één iemand, niet allemaal, maar gewoon één iemand die de auto ziet die dan als eerste zegt, poh, dat is niet merk. Gewoon dat, weet je wel. Gewoon poh. Dat zou echt mooi zijn. Oké, daar gaan we, dames en heren. Let's go. Zo. Ja, ja, ja. Hoe zeg je dat? Ze houdt Engels. Licensed. Licensed. We zeggen gelicenseerd. Ja. Heet woord van de dag. Ja, dat is wel een apart woord. Gelicenseerd. Maar wij zijn het. Ja. De echte John Deere gangsters. Oh ja, de reactie van de mensen die buiten staan. Wat vinden jullie van de auto? Vind je het mooi? Ja. Wij gaan even een rondje rijden hoor. Doei. Wij zijn zo terug. Maar volgens mij zeggen ze gewoon dat ze hem allemaal mooi vinden, dat ze fans zijn van mij. Ik weet niet of dat oprechte reacties waren. Weet je wat me echt geniaal lijkt? Als ik een super dikke John Deere fan tegenkom. Dat lijkt me echt mooi, jongen. Dan sowieso neem ik die mee in de auto, gaan we een ritje maken. Oh, oh, oh. Dan komt hij thuis en dan zegt hij, ik heb een dikke John Deere gezeten. En dan laat je die foto zien, is het gewoon een dikke Lamborghini. Volgens mij ben jij ook de enige gek die het accepteert als rapper om dit te rappen. Jammer dat we zijn blik niet konden filmen. Je zag gewoon oprecht in zijn gezicht dat hij helemaal de weg kwijt was. Hij was oprecht verbaasd ook gewoon. Zo keek hij van, hè? Wat is dat? Maar sowieso, dat is het mooie aan deze auto. Sowieso, mensen kennen de Lamborghini Urus nog niet allemaal. Nee. Die weten nog niet dat een Lamborghini ook hoog kan zijn, een SUV. En dan ook nog eens met deze Raptor omheen. Alles gaat door de war. Van, hè? Emma, hoor de? Zeggen ze vaak, hè? Ja, orde? Ja, jij hoort vaak orde? Orde? Hey, oprechte vraag, wat vinden jullie van mijn auto? Zeker mooi. Zeker mooi. Ja, hij is niet gewoon mooi, hij is zeker mooi. Hoppakee. Hey, meteen ook vloggen. Ja, ja, zeker weten. Weet jullie ook wat een dikke John Deere is? Nee. 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 Het is een hele snelle racemerk van de Formule 1. Ah. Hallo, mag ik pinnen? We zijn nog van je Enzo Knol fans, we moeten je naar de tweede rang.
Wat zei je? Oh, ik had tegen... als je in zo'n knol wil zien, we naar de tweede raam. Dat roept ze ook gewoon om. Oké, even kijken hoor. Hoppakee. Thanks, dank je. Alsjeblieft. Hey, werk ze. Doei doei. Ja. En wat zeggen we dan over Sondier? Ja! Lekker man, lekker! Top, dankjewel. Ik heb nog nooit een milkshake gekregen terwijl het personeel een appeltje aan het eten is. Ja. Bij de McDonald's. Ik ben blijkbaar helemaal geweldig, maar ik weet niet wie je bent. Ik ben Enzo Knol en ik ben geweldig. Van wat ben je eigenlijk als vraag? Ik ben van YouTube. Eigen YouTube kanaal ofzo? Ja. Ah, ja, graag. Enzo Knol. En abonneren als je wilt. En even abonneren meteen, als je toch bezig bent. Ja, ik wel. Super. Welkom gratis abonneren. Nee, is gratis. Ja, het is gratis. Oké, top. Ja, we blijven toch allemaal gierig Hollanders. Hey, doei doei. Doei. Maar serieus, dat krijg ik echt nog vaak te horen. Van, Enzo, abonneren is niet gratis. Maar abonneren is gratis, mensen. Geheel gratis. Hallo. Mama. Enzo, ik wil zeggen, ik hou van jou. Abonneer allemaal op Enzo's kanaal voor de 3 miljoen abonnees. Ja, kijk hier. Hij staat niet eens aan. Wat zat je te doen? Hij staat niet eens aan. Hij staat wel aan. Gaat er vandoor, baas? Tot de volgende keer. Oh man, ik ben benieuwd. Ik moet nu 260 kilometer rijden van Etten-Leur naar Assen. Dus dat wordt een ritje. Een ritje waar heel veel mensen maar gaan aankijken, denk ik. Dat is wel de bedoeling, toch? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Het wordt in ieder geval super vet. En ik kan nog steeds niet geloven hoe ongelooflijk goed het eindresultaat is, mensen. Check even. Wauw. Sprakeloos. Ik denk heel veel mensen sprakeloos. Yo, baas! Wat vinden jullie van mijn auto? John Deere! John Deere! Dat is mijn merk, hè? Hallo! Oh, ik moet straks even stoppen bij het tankstation. Even wat drinken halen. Want ik moet echt even goed wakker blijven. Want het is een dag met heel erg veel autorijden. En ik moet nog 200 kilometer. Zo lang ben ik nog geen eens onderweg. Shit. Maar ik heb het er allemaal voor over. Dit is gewoon prachtig. Dit is echt mooi. Ik merk ook meteen dat ik heel veel mensen blij maak. Want bijna iedereen die kijkt naar deze auto moet ook lachen. En dat is gewoon mooi. Weet je wel, dat mensen erom kunnen lachen. Dat is gewoon leuk. Wat krijgen we nou dan? Alweer geen sondeer. Oh. Moet je kijken. Ja hoor. Het is een sondeer. Oh, dit is goud. Dit is echt goud. Oh mijn god, hier ga ik een foto aan maken. Dit is goud, jongens. Kijk eens even, mensen. Wat een plaatje is dit, hé. Oh, dit is prachtig. Oh, hier kan ik echt van genieten. Ja, hier ga ik even een heel erg mooi fotootje bij maken. Zoomen we even uit. Hoppakee. Prachtig. Wat een plaatje. Holy moly. Tot nu toe heb ik niemand gezien die tegen mij zei van Enzo, ben jij een debiel? Maar ik weet zeker dat wel wat mensen dat hebben gereageerd onder deze video. Van, er is maar één gek in Nederland die dit aandoet met zijn auto. Laten we weer gaan rijden. Het wordt wel zo donker trouwens. Maar dan is de auto ook wel heel erg vet hoor, denk ik. Ik rij nu in de straat van Quinn. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij gaat reageren op mijn auto. Yo! Oh nee, ik zie het al in je shirt, hè? Heb je dat echt gedaan, gast? Gaan we kijken. Nee! Gast! Wat doe je? Nee! Wat? Nee! Gast, dat ben je niet. Wat? Nee, gast. Dikke Sondeer gek. Gast, zonde. Oké, dit is dus de eerste persoon die zegt dat het zonde is. Iedereen vindt het mooi.
mooi, dat kan niet. Nou ja, mooi. Zeg maar, wel heel grappig, dat wel. Wat, hey, als je wat wil bestellen... Hey, en... dit, gast? Yo, wat vet, ouwe. Ja. Oh, dit ook. Jongen, ik ga met die drip mee. Ik ga met de hype mee. Supreme, alles. gast. Oh, dit is wel heel vet. Dit vind ik heel vet eruit zien. Snap je wat ik bedoel of zo? Ja, dat gele kenteken, ja, met die auto. Zo, gast. Oké, ja, het is op zich wel vet. Zie je? Ik wist het. Ik wist het. Toen ik dit zag op design, toen had ik ook zoiets van... Mooi. Toen ik dit zag op design, had ik zoiets van... Oké, dit wordt echt heel kut. Dit wordt echt heel lelijk. Maar toen zag ik die auto vanmiddag. Ik heb hem echt net opgehaald. Ja. En toen had ik zoiets van... Oh mijn god, hij is eigenlijk heel vet. Ja. 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 Lekker, gast. Dit is hem. Oké, nu ga ik ook heel even filmen. Ja. Want ik wil even iets vertellen. Dat is wel heel leuk. Maar jij moet ook even blijven filmen, ja? Oké, is goed. Ik zet de camera wel gewoon hier zo neer. Jij moet even... Jouw gezicht moet er ook bij zijn. Want kijk, gast. Oh my god. What the fuck? Oh, yo. Waarom doe je dat? Oh mijn god, je laat me schrikken, gast. Oh, yo. Ik schrok me helemaal dood, ouwe. Wow, waarom doe je dat? Ja. Laat me voelen. Dat is wel lekker, hè? Wow, je lijkt net zo'n monnik. Ja. Je lijkt echt net zo'n monnik. Die gewoon de hele dag in een kleermaker zit. Ja. Het is ondertussen donker. Maar ik heb de auto redelijk goed in het licht kunnen zetten. En ik ga hier eventjes naar binnen. Zoals jullie weten ben ik onderweg naar Assen. Maar ik kom dan langs Zwolle. En ik heb begrepen dat Boas hier met een paar vrienden is. Dus laten we even kijken wat zij ervan vinden. Boys! Alles goed? Hey. Oh, ik wil je wat laten zien, man. Ja. Alles goed? Ja, man, alles goed? Ik wil eigenlijk jullie wat laten zien. Ik ben heel bang nu. Nou ben ik wel. Nee, joh! No way! Holy! Dit is een hele snelle trekker. Ja, holy shit! Zo, maar dit is goed gedaan! Oh, dit is ziek! Oh, kijk al deze sponsoren! No way! Lidl! Dit maakt heel lekker erop, gek! No, dit is echt wel vet. Dik, hè? Dit noem je pas een upgrade, gek? Hij is echt oprecht vet, hè? Hij is echt goed gedaan. Ja. Het is heel apart, maar het is wel oprecht vet. Ik denk dat heel veel mensen gaan zeggen, what the fuck heb je gedaan met je auto? Yep. Maar het is wel oprecht. Ik vind het echt vet. Het is echt strak, hè? En alles klopt gewoon. Het klopt gewoon wel. Wow, holy shit. Nice. Yep, dit is mijn nieuwe John Deere. Dat is echt ziek. Ik zei toch dat ik ooit een John Deere zou kopen? Ja. Die oeps. Ja. Maar is je nu ook sneller of niet? Zo, Paul. Ja, is je sneller? Paul. Ik kwam onderweg ook een John Deere tegen, dat was mooi, jongen. Ja. Dat was echt mooi, jongen. Nou, dames en heren. Ik ga heerlijk slapen. Ik ben helemaal kapot van al dat rijden. Ik heb trouwens nog wel echt een geniale foto gekregen van Ilias. Zoals hij had beloofd, gaat hij dus de aankomende 7 dagen elke dag een foto sturen naar mij die ik ga jullie laten zien. Dus bij deze staat hij in beeld. De eerste foto van Ilias. Super bazig. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol power!